Ongedierte, verdelgertjes, andere werden er weer voor de jacht gebruikt. Sommige anderen moesten alarm slaan zodat de grote waarheid afkwam. Het is ook een groep met bijzonder veel variëteit. Heel veel verschillende vachtstructuren, lange vachten, korte vachten, frisé-vachten, ruw haar-vachten. Ik denk dat zowel een beetje alles dat we kunnen tegenkomen hier in het nieuwe leven. En u ziet ook dat er verschillende grootte zijn, overwegend kleinere rassen. Grote poedel is de grootste binnen groep 9. Chihuahua natuurlijk de kleinste. Ze hebben eigenlijk in hun karakter niks van een terrier zitten. Cavalier King Charles Spaniel werd ook wel ingezet in de jacht. Er werd over hen geschreven dat zij een dravend paard met heel veel gemak konden bijhouden. De Papillon, ook zeer geliefkoosd bij de Frans adel, met name bij Marie Antoinette. Krijgen we hier een kleine mosser, Frans bulldog. Het is er echt eentje met wit. En we zien hem hier in het beige met een zwart masker. Maar hij mag ook gestroomd zijn of bont. En bont, dat wil dan zeggen witte achtergrond met een aantal letters. Boop-b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 oop